En welkom terug bij Koffietijd. Dit is Bea. En Bea heeft haar oppashondje bij zich, namelijk Jip. Welkom allebei. Ja, pas jij nou op Jip of past Jip op jou een beetje? Alle twee een beetje. Jip is erg waakzaam naar mij toe ook. Ja? Heb ik net ook gemerkt toen de geluidsman ineens plotseling voor me stond en mijn geluid goed wilde doen. Ja? Vloog hij bijna aan. Vloog hij bijna aan. Dus Jip is een pittige, hè? Ja, nou doet hij anders nooit. Nee, hoor. Maar het is natuurlijk een tackle. Ja. En tackles zijn nog best wel pittig ook om er... zo zie je niet. Slaat het nergens op wat ik zeg. Tackles zijn best wel pittig. Je bent echt heel erg lief. Maar, ja, het is een lieverd. Ja. Bea, zonder je te beledigen, kan ik rustig zeggen dat jij opoe bent. Ja. Een van de opoes, een van de velen. Want opoe, zeg ik eventjes, staat voor opa's en oma's passen op een huisdier. Dat is een stichting. We hebben het er wel vaker hier bij Koffietijd over gehad. Maar kan jij eens even uitleggen wat het dan precies inhoudt? Nou ja, mensen die altijd een huisdier hebben gehad, ouderen, die willen eigenlijk graag nog wel een hondje hebben. Mm-hmm. Maar ja, om bepaalde redenen is het niet mogelijk om iedere dag een hond te hebben. Dus dan vinden ze het gewoon leuk om één keer per week of twee keer in de week op te passen. Gewoon vanwege dat je meer contact hebt met de buurt. En beweging, het is vrolijk, gezellig in huis. Ja. Dus ja, mensen die eenzaam zijn, je praat toch ook tegen je Precies. hond. Precies, dus je hebt dat aan de ene kant, heb je als opoe de gezelligheid van een hond. Maar aan de andere kant zijn het ook weer misschien vaak jonge mensen met een drukke baan, die wel met kinderen en een hond. En dan zit de hond de hele dag alleen of uren alleen. Dat wordt op deze manier natuurlijk ook weer opgelost. Juist, het is, want ik wilde zelf ook graag een hondje. Maar doordat ik werkte drie hele dagen in de week, mijn man zegt, dat gaat het niet worden. En dat vond ik zelf ook een beetje zielig. En toen was Stichting Opoe, dat denk ik nog niet. Mm-hmm. Had ik het geweten, had ik waarschijnlijk wel een hondje genomen toen de tijd. Ja. Want mijn laatste hondje is 9 jaar geleden overleden. Oh ja, volgens mij bestaat Stichting Opoe vanaf 2012, zoiets. Dus dat was er toen nog net niet. Nee. Maar goed, jij staat nu heel erg leuk aan de andere kant. Want wat brengt Jip jou nou allemaal? Ja, beweging, want ik was met pensioen gegaan. En ja, dan zit je toch alleen thuis. Mijn man ging een half jaar later met pensioen. Ja. En ik heb wel veel contacten toch wel. Maar ja, die zit toch alleen thuis. En nou, ik miste het zo, een hondje. De warmte. De hond hoort in je bubbel, hè? Ja, ik heb altijd huisdieren gehad. Of nou hondjes, poes, vogels, konijnen heb ik gehad. Alles, ik ben gek op dieren gewoon. Dus ik miste het heel erg. En toen dacht ik, wat moet ik nou? En toen zat ik dus alleen thuis dan overdag, als mijn man werkte. En toen op een gegeven moment zag ik op Facebook de Stichting Opoe. Ik denk, misschien is dat wel iets voor mij dan. En toen heb ik een profiel aangemaakt. En eigenlijk gekeken of er een hondje naar mijn zin was. Ik wilde graag een soort Maltesertje, want dat had ik gehad. En ik heb gereageerd op een profiel van een hondje. En toen werd ik eigenlijk binnen een paar dagen gebeld door de Stichting Opoe. Van mevrouw, u heeft gereageerd op dat hondje. En we willen proberen om contact te maken met de baas van het hondje. En mogen we dan uw telefoonnummer doorgeven? En ik zeg, dat is goed. En dat is een goede klik tussen jou en de baasjes? Ja, nu, ik heb twee keer mismatch gehad, dat het niet doorging. Toch? Ja, toch wel. Ik had twee keer gereageerd en toen ging het niet door. Maar toen, de tweede keer, toen zei ze van de baas die heeft geen oppas nodig. Maar daar heeft iemand op uw profiel gereageerd.
Dus toen heeft Martijn mij opgebeld en die is bij me thuis gekomen. En het was gelijk eigenlijk een klik. Ja, je hebt het al eventjes over sociale contacten. Je gaat naar buiten met de hond en je komt weer mensen tegen die ook buiten lopen met de hond. En nog eens even, als het weer kan, weer even een boodschapje doen, dit en dat. Maar je hebt ook contact nu met de eigenaars van, van Jip. Hè? Zij willen iets tegen je zeggen. Oh? Hoi Bea. Heel veel plezier vandaag bij Koffietijd. Ik hoop dat Jip zich een beetje gedraagt. En we zijn in ieder geval heel blij met alles wat je voor hem doet. We gaan hem iedere week met heel veel plezier brengen. En hij gaat ook met heel veel plezier. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel, Bea. En tot vanavond. Ah. Doei! Ja. Ze zegt tot vanavond. Ja, je hebt nu alweer een extra dag met Jip, hè? Dinsdag is altijd jouw dag, toch? Ja, maar toevallig was Jip op vakantie. Dus ik vroeg of hij donderdag mee mocht. Toen zei Martijn, nou, we willen toevallig ruilen voor donderdag. Oh, dus dat kwam fantastisch dus, uit ook. Ja, soms ruilen we wel eens een nacht. Maar nu door corona zit Stichting Opoe ook een beetje omhoog. Want er zijn een heleboel ouderen die zich aanmelden. Die zeggen, ik wil wel oppassen of opa of oma zijn. Maar er zijn nu, omdat er zoveel mensen thuis zitten... met hun kinderen thuiswerken... niet zoveel aanbiedingen van hondjes waarop gepast kan worden. Of heb jij nog een goede tip? Want dat willen ze wel graag, hè, bij Opoe. Ja, ik vind, als je een open voor een hond hebt... de hond krijgt veel meer aandacht dan thuis. Want Jip is heel erg speels ook. Nou, ik ben eigenlijk de hele dag met Jip bezig. Hij is nou rustig. Je kan hem sowieso, ook al ben je thuis... kan je je hondje toch zo nu en dan eens een dagje wegdoen. En dan heeft hij ook weer even een andere omgeving, wat andere impulsen. Juist. Dus ook de mensen die thuis zitten, dan heb je niet de kinderen en de hond. Dan heb je alleen de kinderen. Ja, want dat vond ik juist zo fijn van Martijn en Sandra. Tijdens coronatijd hebben ze toch iedere dinsdag gebracht. En voor de hond is het ook fijner. Want als er een paar weken tussen zit... is het toch weer een beetje dat het weer een beetje wennen. Moet je weer een beetje wennen. Oké. Hartstikke leuk. Veel plezier nog en veel goede jaren met Jip en jullie allebei. Dat gaat zeker gebeuren, ja. En dank je voor je verhaal. Graag gedaan. Joep.